Leerdoel Afschrijvingen Boekwaardemethode In het leerdoel Afschrijvingen Lineaire Methode heb ik de Lineaire Afschrijvingsmethode behandeld. Hierbij is duidelijk geworden dat de afschrijvingskosten per jaar gelijk blijven. In dit leerdoel zal ik een degressieve Afschrijvingsmethode behandelen, namelijk de Boekwaardemethode. Om de Boekwaardemethode toe te kunnen passen zal eerst het begrip Boekwaarde toegelicht worden. De boekwaarde is het bedrag waarvoor de vaste activa van de onderneming op een bepaald moment op de balans wordt opgenomen. De boekwaarde van de vaste activa daalt per jaar doordat de vaste activa steeds verder wordt afgeschreven, hetzij op basis van een lineaire methode of de boekwaardemethode. De boekwaarde is te berekenen door de aanschafprijs te verminderen met het totale bedrag aan afschrijvingen sinds het aanschafmoment. Bij afschrijven volgens de boekwaardemethode worden afschrijvingskosten per jaar berekend door de boekwaarde aan het begin van een periode te vermenigvuldigen met een vastgesteld afschrijvingspercentage. Dit vaste afschrijvingspercentage wordt door de onderneming bepaald. Met behulp van de omgedraaide formule kan ik de boekwaarde van een jaar berekenen door de aanschafprijs te vermenigvuldigen met 1 minus het vaste afschrijvingspercentage tot de macht x. De boekwaardemethode is een degressieve afschrijvingsmethode. Dit betekent dat de afschrijvingen ieder jaar kleiner worden, zoals je in deze grafiek kan zien. Aangezien steeds een vast percentage wordt afgeschreven, zal de boekwaarde nooit volledig worden afgeschreven. In de praktijk zal er na verloop van tijd een klein bedrag overblijven, waarna het resterende bedrag wordt afgeschreven. Ik laat nu een beginnersvraag zien om de afschrijving volgens de boekwaardemethode verder toe te lichten. Van de onderneming Hollebolle Gijs BV zijn de volgende gegevens bekend. Hollebolle Gijs hanteert voor de afschrijvingen de boekwaardemethode. Gevraagd, bereken de boekwaarde aan het eind van jaar 3. Om de boekwaarde in jaar 3 te berekenen gebruik ik de formule boekwaarde in jaar X is de aanschafprijs maal 1 minus het afschrijvingspercentage tot de macht X. Ik moet dus de aanschafprijs van 90.000 euro vermenigvuldigen met 1 plus het vaste afschrijvingspercentage van 25% tot de macht 3. Ik vind op deze manier de boekwaarde in jaar 3 van 37.968 euro en 75 cent. Dit is het antwoord op deze vraag.